Ja, wat een dag. Dit is ongekend. We zitten inmiddels te paard en naast mij rijdt Samantha. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit even bijzonder radio maken? Ja, ik heb het ook nog nooit gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Het is een bijzondere dag. Afgelopen maandag toen had ik jou een appje gestuurd met de vraag, kan ik je zo even bellen? Ja. En toen lieten we jou het audiofragment horen van het laatste interview. En toen kwamen de paarden te sprake. Ik zit op jouw paard, hè? Ja, jij zit op mijn paard. Die is iets rustiger. En ik zit op de hengst. Waar we wij doen natuurlijk shows op de paarden. Hè? Dus met z'n tweeën, Roos en ik. En dan ik ga natuurlijk live zingen. Ja. En dit is het andere showpaard. Maar dit is een iets baldadiger hengst. Dus dat wilde ik je nog net niet aandoen. Nee, prima. Ik word een trilletje in je stem. Dus jij krijgt de braafste. Ik zei Alex, ik ben normaal gesproken voor grote megapiratenfestijn zomertours niet echt zenuwachtig. Maar sinds vanochtend een uur of 10 dan voel ik kriebels waarvan ik denk van oké. Maar het valt mee toch? Ja zeker, want er kan niks misgaan. Nee, dat kan niet. Nou, dat is ook niet hard. Maar goed. Oké. Okay. Vorig jaar toen, 2023, toen gaven jullie in Leeuwarden een fantastische show. Ik heb daar ademloos naar zitten kijken die avond. Hoe spannend is dat? Dat is een dingetje. Kijk, die beesten die kan je natuurlijk niet vertellen dat het allemaal oké is. Je kan het alleen maar laten merken door ze te belonen en ze op de gemak te stellen. Maar je kan niet zeggen, hey, jongens, het is helemaal niet spannend wat we gaan doen. Ja, dat is het vervelende van het werken met dieren, maar ook alweer het leuke. Dus het is heel spannend omdat ze natuurlijk dan, je weet niet wat er gaat gebeuren als ze ergens van schrikken. En, ik weet nog dat in Leeuwarden inderdaad, ja, dat ging supergoed, dat hele optreden. En toen dook er een fotograaf van de tribune de bak in en daar schrok mijn paard dan weer van. Jeetje, ja, dat soort dingetjes, maar dat heb je allemaal niet in de hand van tevoren. Nee. Maar ja, iedereen weet uiteindelijk natuurlijk ook dat het zijn geen machines, het zijn geen auto's. We doen ons uiterste best en dat is wel te gek, maar dat is wel spannend. Ja. Maar het is voor jullie topsport. Ja, dat is absoluut waar. En zingen op een paard is ook niet aan te raden, want dat is echt de hel. Maar het is natuurlijk wel tegelijkertijd twee passies die je samen kan voegen. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor dat is gelukt en nog steeds lukt. En we zijn weer bezig met nieuwe show in elkaar aan het zetten voor volgend jaar. Zonder Roos ben ik dan ook nergens, dat moet ik eerlijk zeggen. Als ik dat in mijn eentje zou moeten doen met mijn paard, dan kom ik echt helemaal nergens. Maar je wil ook niet weten hoe blij ik vandaag met Roos ben. Ja, dat snap ik. Dat gaat heel goed op deze manier. En ik moet je eerlijk zeggen, sinds de eerste minuut dat ik op het paard zit, dan is de spanning is weg. Voel je al relaxed? Ja, het is heel relaxed. Ah, ja, dat is het. We zijn tot dit idee gekomen, wat ik al zei, bij het vorige interview. Toen kwamen de paarden te sprake en toen zeiden we van kom maar een keer langs met het paard. En jij riep nog voor de grap, paard in de gang en dat soort dingen. We zijn een paar maanden verder en het is zover. Maar dat heeft natuurlijk wel een reden, want de nieuwe plaat gaan we zo meteen draaien. En toen wij de titel zagen van jouw liedje, toen dacht ik meteen van eigenlijk is het de combi paard en Samantha. En dat is één. Want wat is de titel? Ja, wij zijn twee vrienden. Ja. En Voice is echt mijn allergrootste vriend. Dat is echt waar. Ja, dat klinkt heel stom misschien, maar ik hou zoveel van het beest. Ja. Als ik hem een week niet zie, wat natuurlijk wel eens gebeurt, dan ben ik niet te genieten. Ja. Ik had al heel lang dit liedje op mijn verlanglijstje staan. Het is een cover, of tenminste een halve cover van het oude liedje van Danny Christian natuurlijk. Ja. Wij zijn twee vrienden. En ik zong dit liedje altijd met mijn nichtjes. En dat vind ik zo leuk. We zijn twee vrienden, we blijven altijd bij elkaar. Al worden we meer dan 100 jaar. Ja. Ja, en ik zing het ook. Ik heb een hele echte vriendengroep. En ik vond ook dat het een beetje tijd was om iets voor hun allemaal terug te doen. Dus ik dacht, waarvoor breng ik dat liedje dan nu niet uit? Ja, maar dat is toch super? En het is zo ubervrolijk. En in de tijd waarin iedereen op dit moment heel veel cover, dacht ik, ik vind het altijd heel moeilijk te doen en wil mijn eigen liedjes hebben. Misschien moet ik nu gewoon ook een keertje daarin meegaan in die trend. Ik ga gewoon meecoveren. Dit is het moment. En dan is het echt in die zin een persoonlijke nood geworden. Ja, dat is absoluut waar. Ja. En we moesten daar wel goedkeuring voor hebben van eigenlijk Johnny Hoes, die het ooit heeft geschreven. Ja. Die is natuurlijk niet meer. Wij kregen de goedkeuring van zijn zoon. En hij zegt, maak er wat van. Ik vind alles best. Maak er een hit van. En dus we hebben alle vrijstelling gekregen om het liedje totaal te verbouwen. Wauw. En dat hebben we gedaan, ja. Nou, met beide handen. Is speciaal voor Voice en voor jezelf dan. We gaan hem draaien de allereerste keer op de Nederlandse radio. Vanaf dit moment is hij ook overal te streamen en te downloaden. Ja. Dankjewel, Samantha. Jullie ook bedankt. Helemaal super.